Nederland moet flink aan de slag om de doelen van het klimaatakkoord te halen. Onze economie draait voor een groot gedeelte op de energiesector. De overgang van olie en gas naar duurzame energie heeft dan ook grote gevolgen. L'accord de Paris pour le climat est accepté. Groot feest op de klimaattop in Parijs gisteren. Vandaag wordt duidelijk dat Nederland een pittige opdracht heeft meegekregen. De Nederlandse economie draait voor een groot deel op het gebruik van en de handel in olie en gas. Nederland is een belangrijk land, ook binnen Europa, omdat wij een rol hebben, juist ook in die transportsector. Ja, dus voor ons betekent het een extra uitdaging, ook rond de Rotterdamse haven. We zijn ook een land wat tamelijk dicht bevolkt is en wat ook leidend is vaak op het gebied van wetenschap en technologie. Dus ik denk dat wij een belangrijke rol kunnen hebben, ook in die wereldwijde transitie. We hebben zo'n 35 jaar om de doelen uit het klimaatakkoord te halen. De bedoeling is dat de temperatuurstijging op de aarde ruim onder de 2 graden blijft. Het streven is om op 1,5 graad uit te komen. Daarvoor moet de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 omlaag. We stoten nu 2 keer zoveel broeikasgassen uit als de aarde aan kan. In het jaar 2100 moet dat in evenwicht zijn. Voor Nederland betekent dat een investering op verschillende fronten. Enerzijds hernieuwbare energie, zoals zon, zoals wind. Anderzijds kunnen we ook fossiele brandstof gebruiken, waarbij we de CO2 onder de grond stoppen. En we moeten ook veel aan energiebesparing gaan doen. Over 5 jaar wordt bekeken of alle landen zich aan de klimaatafspraken van Parijs hebben gehouden.